Een wandelvakantie is de ideale manier om in- en ontspanning te combineren. Een wandelvakantie in de bergen laat je daarbij genieten van prachtige en unieke vergezichten die je doen beseffen hoe machtig en groots onze planeet wel is. Trekken in de bergen doe je niet onvoorbereid. Gepast schoeisel, kledij, voldoende eten en drinken en een gedetailleerde planning van de te volgen route zijn letterlijk van levensbelang. Voor onze tocht naar de Ordessa-vallei hadden we als startplaats voor de Cirque de Gavarnie gekozen. De Ordessa-vallei is een van de mooiste valleien van de Pyreneeën en volgens de informatie die we in gespecialiseerde tijdschriften konden terugvinden, zou vooral de afdaling in de vallei vanaf de Refuge Gorlitz een onvergetelijke tocht zijn. Die refuge kan je enkel te voet bereiken. Wij zouden daarvoor vanaf de Cirque de Gavarnie de grens tussen Frankrijk en Spanje oversteken. Dat betekende een tocht van 2 dagen, met op dag 1 8 uur en op dag 2 6 uur stappen. Bij de start van een nieuwe tocht is het telkens weer wennen aan het gewicht van de rugzak. Door de vele instelmogelijkheden die zo'n rugzak biedt, ben je in staat de druk van het gewicht perfect over je schouders, je onderrug en je heupen te verdelen. Daardoor wordt het mogelijk de om en bij de 20 kg zware rugzak zonder al te veel moeilijkheden over berg en dal te dragen. Elk jaar is het opnieuw wikken en vooral wegen wat je precies zal meenemen. Onmisbaar voor een bergtocht is regenkledij, eten en drinken voor minstens 1 dag en een pakket voor eerste hulp bij ongevallen. Voor deze tocht namen we daarnaast voeding voor enkele dagen, reservekledij en een slaapzak mee. 2 tweepersoonstentjes, waarvan we het gewicht telkens over 2 personen verdeelden, maakten ook deel uit van onze bagage. De eerste dag bracht ons van de Cirque de Gavarnie naar de Refuge de la Brèche. Daarvoor moesten we ruim 1300 meter stijgen. Alles verliep vlot. Tot de laatste kilometer. Daar nam de GR plots een bocht en dienden we dwars door een waterval te lopen. Mede dankzij de kettingen op de rotswand lukte het ons veilig en wel boven te geraken. In principe hadden onze bergschoenen, die uitgerust zijn met Gore-Tex, onze voeten droog moeten houden. Ze zijn helaas niet ontworpen om water, dat langs boven in je schoenen stroomt, buiten te houden. Johan probeerde een drogere route te volgen en kwam uiteindelijk, nog natter dan de rest, in de refuge aan. Omdat we onze tocht begin september ondernamen, was het zeer druk in de refuge. Gelukkig hadden we op voorhand gereserveerd. In de Refuge de la Brèche heerst, zoals in bijna elke refuge, een chronisch gebrek aan ruimte. Elk plaatsje wordt er optimaal benut, met als gevolg dat we onze kamer met 32 anderen moesten delen. De volgende ochtend hadden we vanop het terras een prachtig zicht op de Cirque de Gavarnie en de omgeving. Onder ons zaten de wolken tussen de bergen gekneld. Beneden in het dal was het dus wellicht aan het regenen.
Terwijl de marmotten zich te goed deden aan de etensresten van onze kamergenoten, maakten wij ons klaar voor dag 2. De Brèche de Roland is een doorgang van 40 meter breed en 100 meter hoog. Ook al ligt de doorsteek maar 250 meter boven de refuge, toch vroeg de beklimming de nodige inspanning, voorzichtigheid en concentratie. Hoe lang je op de top van het uitzicht kan genieten, is sterk afhankelijk van het weer. Wanneer het waait, perst de wind zich door de Brèche en is het daar geen prettige verblijfplaats. Met het oversteken van de Brèche waren we in Spanje terechtgekomen. Tot hier volgden we de GR10, een van de vele grote routepaden die door gans Europa lopen en herkenbaar zijn aan het wit-rode streepjespatroon. Eens in Spanje viel het op dat de markeringen van het netwerk daar niet zo goed onderhouden worden, met als gevolg dat we regelmatig op zoek moesten naar het juiste pad. Vanaf die dag dienden we dan ook regelmatig onze landkaart boven te halen. Dit deel van de tocht schotelde ons ook af en toe echt klauterwerk voor. Met een rugzak van 20 kilogram is dat geen sinecure. Veiligheid is echter steeds het belangrijkste. En met de nodige voorzichtigheid kwamen we zonder kleerscheuren in de Refuge Corlitz aan. Het was nog vroeg toen de eerste wandelaars zich de volgende ochtend op het terras van de refuge klaarmaakten voor de afdaling. Voorlopig was er echter nog niet veel te zien. De wolken die uit het dal opstegen speelden een spel met ons omringende bergen en ontnamen ons elk zicht op de vallei. Boven ons cirkelden enkele gieren. Wij vroegen ons al snel af of dit nu een voorteken was of niet.